Helemaal, welkom bij een nieuwe Wake-up Date. Veel kijkplezier. De eerste klassers gaan 4 dagen op schoolreis naar de Veluwe. Conrector De Wilde en stagiair Bram gaan mee als begeleiders. Ho, 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 die zak snoep die gaat weg. Hup, in je tas. Niet eten in de bus. Dit gaat zo leuk worden. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, echt hè? Ik heb er ook echt zin in. Jongens en meisjes, okay, dus met de jullie hebben een uur de tijd om hier in de beeldentuin rond te kijken. Om 5 uur zijn we hier weer terug en dan komt de bus op de parkeerplaats. Weet jij hoe laat het is? Je hebt toch zelf een telefoon in je hand, of niet? Ja, maar mijn telefoon is leeg. En ik wil eigenlijk nog naar een beeld aan de andere kant van de beeldentuin, dus... Oh, nog naar een ander beeld. Het is 4:30, dus je hebt nog genoeg tijd, dus ga maar. Is het helemaal geen 4:30, het is 5:10. Niet zo'n groot verschil, behalve als je een bus moet halen. Pieter. Ja, yes. Ik vraag me echt af wat Pieter gaat doen als je ziet dat de bus weg is. Wat gaat hij doen? Huilen? De bus is weg. Ik heb de tijd niet. Het museum is net dicht. En ik ben helemaal alleen. Pieter, waarom was je nou niet op tijd hier? Ja, mijn telefoon was uitgevallen, dus ik kon de tijd niet zien. En nou ja, ik wou nog een beeld zien aan de andere kant. Jongens. Van de beeldentuin. Maar dan kan je toch vragen aan iemand hoe laat het is? Of je blijft toch bij iemand die wel de tijd bij zich heeft? Dat had ik inderdaad moeten doen. Nou, ga snel de bus in. We zijn al hartstikke veel tijd verloren. Jongens, de bus in. Huppakee, terug. Even later worden de leerlingen bijeengeroepen, want de excursies van morgen staan op het bord en de leerlingen kunnen zich inschrijven. Ik moet meer informatie over al die plekken fixen, want dan kan ik precies weten wat het dichtst bij mijn zusje is. Een dag op de boerderij, de vlindertuin, het tegelmuseum en een boswandeling. Oh, boswandeling. Wow. Ik kijk echt heel lang uit naar het schoolreisje. Niet zozeer om het reisje zelf, maar meer om waar we zijn. En deze plek is toevallig heel vlakbij mijn zusje, die in een ander pleeggezin zit. Waarom staat Farid hier ingeschreven? Hij zat net nog te klagen dat hij wandelen haat. Ja, al die plekken zijn best wel ver van mijn zusje. Behalve dus dat bos waar we die wandeling hebben. Nou, het zal een foutje zijn. Pieter! Kom! Pieter, heeft Farid gezegd dat hij wandelen in het bos helemaal niks vindt? Klopt dat? Pieter, ik vraag je wat. Dat heeft Farid inderdaad gezegd. Oké, ik vind het niet superleuk, nee, dat wandelen. Maar ik vind die andere dingen minder leuk en ik heb me al ingeschreven. En dat ook gewoon, mevrouw, toch? Ik vind dat Soraya de wandeling in het bos kan gaan doen. Wat? Ja, het maakt jou toch niet zoveel uit. En er zijn nog 2 andere excursies waar je uit kunt kiezen. Je kunt nog naar het museum of je kan naar de zuivelboerderij. Wanneer De Wilde de deelnamelijsten voor de excursies ophangt, valt Soraya meteen iets op. Er is een fout gemaakt. Waarom sta je niet bij de boswandeling? Nou... En hoezo staat Farid er? Want mevrouw De Wilde heeft hem ergens anders ingedeeld, hè? Ja, nou, Farid en ik zijn gewisseld, maar het maakt niet uit. Jullie zijn gewisseld? Ja. Waarom zou je zoiets doen? Nou, kijk, weet je, Farid die wou liever wandelen. En ik vind de boerderij ook leuk, dus het is niet erg. Het is wel erg, want Farid wilde helemaal niet wandelen en jij wel. Wat ga je doen vanmiddag? Ik blijf gewoon hier op de boerderij. Echt? Ja, hoezo? Nou, je lijkt me gewoon niet echt het type voor een boerderij. Hoe weet jij nou weer wat voor type ik ben? Nou, ik bedoel, dat is een compliment. De boerderij lijkt me gewoon heel erg saai en jij lijkt me niet echt per se saai. Liz loopt echt als een hondje achter iedereen aan. Nadat Soraya en Sofia niet meer wilden, probeert ze het nu bij mij. Je wordt echt niet populair door achter iedereen aan te lopen, hoor. Je moet niet het hondje zijn, maar het baasje. Moet ik je nog helpen of niet? Ja. Gaat het? Dat was een flinke smak, zeg. Wat gebeurde er? Wat een etter, die Jairo. Ik wil niet eens meer vrienden met hem zijn, hoe populair die dan ook mag zijn.
Het pleeggezin waar zijn zusje woont is hier in de buurt en daar is hij naartoe. Waar is Farid? Weet jullie waar Farid is? Hij is verdwaald. Verdwaald? Hoe dan? Ik krijg net een appje. Wat dan? Van Farid? Ja, hij zegt dat hij wacht bij de bussen. Ik dacht alleen maar, please, let de wilde alsjeblieft niet dat appje willen zien. Want er was natuurlijk geen appje. Oh, gelukkig. Nou, kom. Dan gaan wij ook snel naar de bus. Ik vraag me af wat al die koeien hier eten. Bertha 1, Bertha 2, Bertha 3, Bertha 4. Waarschijnlijk heet er ook eentje Aaf. Ik ben al zo lang niet met mijn naam gepest dat ik hoopte dat Timo het vergeten zou zijn. Ja, dus niet. En bedankt, Jairo. Ze heet gewoon Liz en daarmee basta. Ja? Prima. Ik vraag me trouwens af of ik nog wel de kaasige Aaf heb teruggelegd. Kei gaaf. Waarom doe je zo dom? Je bent niet grappig of zo, hè? Waarom lacht iedereen dan? Ze lacht uit medelijden. En als ze je echt grappig vinden, dan zijn ze net zo dom als jij. Oh, sorry. Ik dacht dat je een theedoek was. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er allemaal gaat zoenen op de rondavond. Want ja, dat gebeurt natuurlijk altijd daar. Ja, als ik met iemand wil zoenen, dan is het eigenlijk wel Timo. En volgens mij vindt hij mij ook wel leuk, want gisteren nam hij het echt voor me op toen Jairo iets gemeens tegen me zei. Ik vind al iemand leuk. Wie? Timo. Of vind jij hem nog leuk? Nee hoor. Oh. Nee, dat ik één keer met hem heb gezoend betekent niet dat ik hem nog leuk vind of zo. Ik had het idee dat Timo heel erg bezig was met mij met die superzokers. Was dat gewoon meisjesplagen? Of was dat meisjesplagen kusjesvragen? Ik ben eigenlijk vet blij hoe het is gegaan. Buiten dat de wilde binnenkwam, was het echt heel leuk. En Liz zag er wel schattig uit zo vroeg in de morgen. Maar volgens mij is hij op mij. Kom. Wat ging je doen? Wat denk je? Best wel gek vanochtend, hè? Ja. Hadden we bijna gezoend. Bijna wel, ja. Maar ja, uiteindelijk toch niet. Nee. Gelukkig maar. Ja, tuurlijk. Gelukkig maar. Het was wel duidelijk dat hij wel opgelucht was dat we niet hadden gezoend. Ja, wat moet ik dan zeggen? Nou, ik vind het wel jammer. Doei hoor, echt. Ik had het idee dat het flesje op Liz eindigde en ik merkte dat ik dat wel leuk vond. Maar het is duidelijk dat Liz alleen maar blij is dat we niet hebben gezoend. Jij bent zo achterbaks. Je wist dat ik Timo leuk vond, maar jij vindt hem dus ook leuk. Waarom zei je dan van niet? Nou, dat soort dingen veranderen. Nu vind ik hem wel leuk. Ja, maar dan wist je alsnog dat ik hem ook leuk vond. Nou, ik dacht dat je de moed wel had opgegeven. Er gebeurt me niks tussen jullie en het is duidelijk dat hij jou niet leuk vindt. Hi. Wil je verkering? Oké, prima. Zullen we naar buiten gaan? Dat lijkt me een goed plan. Het was weer een schoolkamp om nooit te vergeten. Ja. Er was plezier. Ja. Maar er was ook strijd en tegenslag. Ik ben heel erg blij dat we dit stukje hebben gedaan. Er was natuurlijk ook liefde. Zeker. En zo zie je maar dat ware liefde alles overwint. Hey. Juist niet. Het was toch gewoon grappig? Nee, helemaal niet. Ze hebben ons echt super voor gek gezet. Zo bedoelden ze het vast niet. Jawel, het was echt heel kinderachtig. Ik bedoel, klaar met ons. Dus je wilt uitmaken alleen maar door deze stomme avond? Nee, niet alleen maar door deze avond. Ik vind je gewoon niet echt leuk. Hoorde je dat net? Wat? Nee? Echt niet. Nee, echt niet. Oké, ik hoorde een beetje. Oké, ik hoorde alles, maar het was echt niet de bedoeling om het
om het gemeen te doen. Maakt niet zoveel uit. Ik hoef toch niet per se verkering of zo. Verkering met iemand die ik niet echt heel leuk vind.